Yo mis, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de 5 Kill Weapon Switch KAM Strike Challenge. In deze serie moet ik natuurlijk 5 kills maken met een wapen. Dan moet ik switchen van wapen naar dus een ander wapen toe. Moet ik daarmee 5 kills maken, moet ik weer switchen naar een ander wapen, moet ik daarmee 5 kills maken, etcetera, etcetera. Totdat, motherfucker, totdat ik de KAM Strike heb. Dus het is een hele moeilijke serie natuurlijk. Vooral omdat ik op Call of Duty Go speel en gewoon letterlijk in 2 kills dood ben. Dus door het goed opletten geblazen. Ik moet voortijdig een nieuw wapen pakken. Want als ik eenmaal 5 kills heb gemaakt met het ene wapen, dan mag ik geen kills meer oppakken met dat wapen. Dus het gaat moeilijk worden. En ik moet dus voortijdig, hier een andere factor. Ik moet dus voortijdig een ander wapen al in mijn handen hebben. Zodat ik meteen na 5 kills kan switchen. En ik moet natuurlijk in mijn hoofd onthouden hoeveel kills ik heb met een bepaalde wapen. Nu 3 met dit wapen. Dus nog 2 te gaan, dan moet ik switchen. Ik heb nog een andere factor vast, dus dat is wel even ideaal. 2 factors. Ik wist het! Ik wou serieus zeggen, maar ik dacht ik zeg het maar niet, want dan gaat het helemaal fout. Ik wou serieus zeggen, let op. Als ik ga klimmen, staat er een enemy naast me. En wat gebeurde er? Ik ging klimmen en er stond een enemy naast me. En als je aan het klimmen bent, dan kan je natuurlijk niet schieten. Ik wist gewoon dat het ging gebeuren. En oh, vieze noob die je bent. Oh, dat is het zieligste wat je kan doen in Call of Duty Ghost. IED campen. En die kill had ik niet bij de W. What the fuck? Ik spray die vent helemaal vol, maar hij is gewoon doorgelopen, joh. Ik ga nu niet klimmen, want nee! Ik dacht, ik ga deze keer niet klimmen, want dan wordt het weer mijn dood. Maar deze keer stonden er gewoon 2 naast me, man. Oh my god, jongens, toch. Kunnen jullie ook lopen, of weten jullie niet hoe het moet? Ze kruipen allemaal door die map heen, joh. Iedereen achter me nu. Maar er is 1. Uh-oh. Komt er nu wel een naast me, even wachten hier. En ja, gooi maar die Semtex, kom maar. Kom maar. Dat is 2. Loopt daar een support squad mee, volgens mij. Ik heb er al 2 met dit wapen, dus ik moet er nog. Dat is 3. Dat is 4. M-tartje oppakken. En nog 1 keer met het wapen, dan moet ik switchen. Dat is 5. Switchen. Oké, M-tartje. Zit een red dot sight op. Dat is best wel ideaal. Oh, is het niet het beste? Dat is 1. Het is niet het beste op een M-tar red dot sight, maar ja, het is iets, weet je. En dan, ah, shit, sorry. En dan heb je tenminste geen aangelskoper of zo opstaan, wou ik zeggen. Want als je een aangelskoper die wapen hebt staan die je oppakt, dan ben je helemaal wel lul. Want dat is natuurlijk echt gewoon verrot. Pak deze Ripper op. Ripper is het chill wapen, thanks. Kijk, ik heb al 2 kills met deze effect, hoor. En, oh, Trinity Rocket, even naar binnen. Even wachten. Hey, yo. Oké, 4 kills met dit wapen, nog 1 te gaan. Nog 1 keer met het wapen, dan moet ik switchen naar die Ripper die dus op mijn secondary staat. Ik speel bij de way niet voor de objective in deze serie. Dus voor de mensen die denken van Jan, waarom ga je niet op de dropzone zitten? Puur omdat ik alleen maar speel voor de KAM strike en niet voor het potje winnen. Dat is een enemy toch? Ja. Hij durft niet te komen, ik ga wel omlopen. Ik kan er nooit op af daar. Als ik daar serieus nu naar de dropzone toe ren. De dropzone is net veranderd. Maar als ik serieus net naar het midden toe was gerend. Switchen. Dan was ik sowieso 100% dood geweest. Wat? Hij maakt weer een headshot. Oh, ik word altijd helemaal gek van die headshots. Oh my god. Ze moeten serieus je hoofd. De hoofden uit Call of Duty halen, man. Als je mij kent en je kijkt me al langer dan vandaag. Dan weet je dat ik eigenlijk altijd gekild word door headshots. Was dit net een headshot? Zie je headshot? Zie je? Zie je? Ik word alleen maar gekild door headshots. En het is niet meer leuk gewoon, jongen. Daar word ik helemaal gek van altijd. Ik kan alleen maar dood door een headshot. Iedereen die kilt me met een headshot. En als je een headshot maakt, dan ben je gewoon letterlijk in 1 kogel dood in koos. Dus dat is echt verrot. En oude, dat was zo'n kut Semtex. Had een triple kill. Wow, yo. Dat was zo'n irritante Semtex. Ik weet nog niet eens hoe dat ding heet. Ik gebruik die dingen nooit, man. Ik gebruik die dingen echt nooit. Ik vind zulke verrotte, irritante dingen. Je kan beter een extra perk of zo aanzetten. Vind ik. Dat is mijn mening. Geef dat vestje maar. Thanks. Dat is 2. Nog 3 te gaan. Dan moet ik een ander wapen hebben. En ik ben even aan het opletten, want de enemies. Uh-oh. Yo, de enemies hebben natuurlijk ook een Battlehind in de lucht hangen, dus daarom zit ik op te letten. Volgens mij gaat die Battlehind net weg. Op het moment dat ik het zeg. Als die weg gaat, zal het chill zijn, jongens. Ik word keihard geraakt, maar ik zie die hele enemy niet, joh. Holy shit! Ah, er stond er ook nog een achter me. Ik zag die hele enemy niet. Volgens mij zit die achter die paal, of niet? Waar zit die vent? Hier ligt er 1. Daar ligt er nog 1. Dat zijn 2 kills. Ik had dat er nog meer zaten, joh.
Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Ze hebben nu ook een airship priority, ze hebben een AS6 of zo in de lucht hangen. Zo man, die enemy pakken al die care packages op, daarom hebben ze nu ook al die streaks gewoon. Uh-oh, uh-oh. Er zit er nog een achter me, joh. What the fuck? Huh? What the heck? Er zit... Huh? Ik zag een red dot staan op mijn minimum, maar de hele enemy was er niet. Kijk, die A6 Overwatch die vliegt er in de lucht. En die enemy hoort er als het goed is onder te zitten. Zit hij hier te... Nee, dat is een fucking lijk. Hier zit hij. Dus ik zwaar net... Er zit hij al de hele tijd iemand, man. Geef die M-tom, want die heb ik nodig. Nu weet ik helemaal niet meer waar ze spawnen. Natuurlijk dropzone met het echt rare spawnsysteem altijd. Het is altijd goed kijken waar ze spannen. En ook al kijk je goed, dan snap je er meestal nog de ballen van deze game modus. Dat is leuk hieraan. Ik snap er altijd de ballen van. En volgens mij mijn teammates ook, want die zitten hier ook een beetje allemaal op een kluitje gepropt. Volgens mij ben ik dus niet de enige die er helemaal niks van snapt. Ik moet nog één keer met het wapen, moet ik switchen. Yo, nu switchen, er staat nog een enemy daar. Heb je die teammate? Heb je hem? Ik vertrouw mijn teammate, volgens mij heeft mijn teammate hem niet. Ik ben niet weg, ga lekker de andere kant op. Ik heb nog even de tijd natuurlijk om kills te maken. 31-12 op dit moment mijn score. Ik moet 5 kills maken met deze M-tar. Dan kunnen we weer switchen. 5 kills. Zo jongen, ik wist niet meer waar ze zaten, want ik was gejamd. 4 kills met dit wapen, dan moet ik weer switchen van een ander wapen. Ik ben nog 4, onthoud dat. Wat de heck, staat een rapid fire hierop ofzo? Ik denk, het lijkt net alsof hij echt joekel snel schiet gewoon, man. Oh ja, dat was een double kill. Het lijkt net alsof we hier rapid fire op staan. Ik weet niet. Of dat ook echt zo is. Pak die Maverick op. Maar... Maverick. 5 kills met de Maverick. 4 kills met de Maverick. Nee! Waarom spannen ze daar kalm, dude? Vieze nijzak die je bent. Oh, jongen. Dat die daar spannen was best wel bullshit. Maar dat is een triple kill. En als ze nu nog steeds spannen, vind ik het ook nog steeds bullshit. Nee? Oké, ARX opgepakt. We moeten nog 2 kills met de Vector, dan moeten we weer switchen. Hier ligt een Ballistic Vest, dus dankjewel teammate. Thank you very much. Daar heb je niet zoveel aan in Ghost, maar alle extra base health die je kan krijgen, die helpen natuurlijk in het spel. Want je bent al zo snel dood, dat is niet normaal. Oké, switchen naar de ARX. En er stond er nog één. Kut man. Dit is echt moeilijk gewoon. Helemaal in het game mode dropzone. Dat is 2. What the fuck? Dat is 3. Nu weet ik niet meer waar ze spannen. Uh-oh. Dat is 3. Ik moet een ander wapen gaan oppakken, want anders ben ik zo meteen de lul. Lekker teammate, ik ga de bridge op, want er zitten 2 enemies. 3, 4, 5. Ik mag nu niet meer killen, ik moet eerst een ander wapen hebben. Yo, M-tar, snel reloaden. Oké, nice. Nice. Oké, nu 5 kills met de M-tar. Er staat hier echt rapid fire op. Ik maak geen grapje. Wat staat er op die... Kan je rapid fire op een M-tar zetten? Want ik heb dat nog nooit... gedaan namelijk. Ik weet nog niet eens of het kan, joh. Maar het lijkt echt alsof de rapid fire op staat. Als het kan, dan staat de rapid fire op. Ik weet namelijk, ik ga zo meteen wel even kijken naar dit potje, want ik ben nu ook best wel benieuwd. Kom jij hier? Oh, we hebben al gewonnen. 48-16. Ik heb natuurlijk niet voor de objective gespeeld, daarom sta ik derde, terwijl ik wel de meeste kills heb. Maar alsnog wel een lekker potje neerzet, maar die M-tor, man. Ik dacht de eerste keer dat ik ermee schoot, dacht ik al, what the fuck? En de tweede keer dat ik ermee schoot, dacht ik, volgens mij zit de rapid fire op. De derde keer wist ik het bijna zeker, maar ik weet het nu nog steeds niet zeker. Want ik weet niet of die rapid fire attachment bestaat voor op de M-tar. Maar het lijkt echt of als die echt heel erg snel schoot. Dus ik ga even kijken of dat er wel voorop bestaat. Want anders ben ik nu echt, een mogol. Ik ben sowieso een mogol, dat is 100% zeker. Maar als er geen rapid fire bestaat voor de M-tar, dan ben ik helemaal een mogol. Dus we gaan erachter komen. Ik ben nu namelijk ook benieuwd. Kan er rapid fire op de M-tar? Dat is de grote vraag van de dag. Even kijken. Ja, ik kan rapid fire op. Oké, dan ben ik geen mogol. Dankjewel jongens. Ik ben nog wel een mogol, maar niet zo'n grote mogol als ik dacht dat ik was. Er stond dus waarschijnlijk rapid fire op, want normaal gesproken de M-tar heeft bijna geen recoil. En de M-tar is ook een heel erg chill wapentje om mee te schieten. Maar op het moment dat je de rapid fire opzet, krijg je meer recoil. Wordt de fire rate natuurlijk vele malen hoger. En kan je gewoon niet meer raakschieten met de dingen. Dat was dus aan de hand hero. Maar ik dacht dat het er helemaal niet op kon, want ik heb het serieus toch zelf nog nooit opgezet. Dus dan weet ik natuurlijk ook niet dat het erop kan. Maar blijkbaar kan het er dus wel op. Je moet er 4 punten voor uitbesteden, maar ja. Wat ik er aan heb, ik heb geen flauw idee. Ik hoop dat jullie hebben genoten, mensen, van deze aflevering. We hebben ongeveer een 13 streak volgens mij als hoogste streak neergezet. En toen spannen ze in één keer voor me, toen werd ik weer genijfd. Dat is natuurlijk een beetje
jammer als mensen je meteen knijven en dan gewoon op een knopje drukken en dan ben je natuurlijk meteen dood. Maar bedankt voor het kijken mensen naar deze aflevering. Als je op grote gegeven duimpje omhoog, lekker weer Call of Duty Ghost Game natuurlijk. En tot de volgende keer weer. Bye bye mensen.